Welkom op de oever onder de Karperbrug, waar alles kalm en rustig is. Onze mooie hoofdstad lijkt wel het Venetië van het noorden. Geen overeenkomsten gevonden. Excuseer me, ik heb me nog niet voorgesteld. Ik ben Jean-Baptiste, uw virtuele gids. Ik vervang Jean-Baptiste van Moer, de schilder en schepper van dit uitzonderlijke decor. Hij had u graag persoonlijk welkom geheten, maar hij wordt opgehouden door meneer Jules Ansbach, de burgemeester van de stad. Meneer Jean-Baptiste kreeg zo net een nieuwe bestelling. Zingeven in de Seine. U zal zien hoe water de zee verlicht. Geen domme dingen doen, hè? Als je van plan bent hier te baden, ben je rijp voor het gesticht. Zelfs de dames die van openbare baden houden, wagen zich daar niet aan. Als je valt, kom ik je niet redden. Ik ben de vrouw van de slipmeester. Ik ken die modderige bodem. Die verdomde Zenne heeft de cholera tot in mijn bed. Omwille van veiligheidsoverwegingen moeten privégegevens strikt vertrouwelijk blijven. Wie wil er vis? Het beste van Willebroek en goedkoop. Karper, snoek, gedroogde vis, mosselen. Ik heb alles wat je wilt. Kom dichterbij, kom dichterbij. Gun jezelf wat lekkers. Een hele emmer voor u, beste reiziger. Cadeau. Laten we die verkoopster met haar vliegende vissen maar daar laten. Dit hoort nu eenmaal bij historische citytrips.